Het spoor is verzakt ter hoogte van een nieuw aan te leggen fietstunnel bij de Esperantostraat. Hierdoor is er voorlopig geen treinverkeer mogelijk tussen station Europapark en het hoofdstation. Na onderzoek blijkt dat een lekkage van een buis de oorzaak is van het probleem, waardoor zand onder het spoor is weggespoeld. Bij de Esperanto-kruising, daar zijn wij bezig met het maken van een fietstunnel. Die fietstunnel, die hebben we, de elementen hebben we al een aantal jaren geleden, hebben die onder het spoor hebben die erin gelegd. En nu maken we de aansluitingen naar die tunnel toe. En naast die af- en oprit, daar zijn dus dambanden geplaatst, omdat je de diepte in moet. En door een van die dambanden, daar zit een leiding doorheen. En zoals we het nu kunnen zien, is dat die leiding door die damband, dat die niet goed afgesloten is, of dat er een lekkage is ontstaan, en waardoor zand is weggespoeld. De komende tijd wordt er gekeken of er nog meer zwakke plekken in de bodem zitten. Daarna wordt de buis gedicht en wordt er nieuw zand gestort. We moeten ook nog kijken tot hoever is die verdichting nog onder het spoor nog wel op goede sterkte. Want het zou best kunnen dat door die uitspoeling dat zand daar ook niet meer goed verdicht is. En dat je dus dat ook opnieuw moet gaan verdichten. Dus we moeten echt naar gaan kijken. Wat is de toestand onder het spoor? Is dat nog voldoende stabiel? In ieder geval die gaten daarnaast, die kunnen we wel opvullen en verdichten. Maar onder het spoor, dat moet dus de komende dagen, vandaag moet het blijken van, is dat dan voldoende? Dus kunnen we met deze maatregel het tijdelijk oplossen? En moeten we later nog weer bij? Of is het een definitieve oplossing? Dat moet allemaal nog blijken. Reizigers moeten sowieso tot donderdagmiddag in- en uitstappen bij station Europapark. Er zijn bussen ingezet voor de verbinding met het hoofdstation. Wist u dat hij vandaag vanuit Europapark moest vertrekken voor de trein? Ja, dat wist ik. Alleen dat kwartier extra vertraging, daar zit niemand op te wachten natuurlijk. Nee. Dus... Gaat u het wel op tijd redden allemaal dan? Nee, dat ga ik zeker niet op tijd redden. Dat kan ik nu al zeggen. Ik ga nog meer treinen missen onderweg. Ja. Dus ik vind het wel weer een beetje typisch dat ze er zo lang mee bezig zijn overal. En dat er toch weer iets misgaat. Maar ja, ik heb gelukkig zelf niet zoveel last van. But it was a bit of a bummer, but it is what it is. We're here now. En de trein rijdt desondanks, dus ik heb er geen last van. Nee, maar ik wist het wel, was goed gecommuniceerd. Dus ik woon in Groningen-Zuid, anders was ik naar Centraal gefietst en nu hierheen. Ik heb het wel te horen gekregen, ja. En mijn vader stuurde ook nog een appje, want het was eerst alleen nog maar vanaf Assen. En nu was het gelukkig wel vanaf Groningen-Europapark.